Ja, de vraag is gelijk, René, zijn jullie met z'n drieën ook one love? Maar jij bent er open voor, zie ik. Je staat er open voor. Nou ja, ik denk als je een statement maakt, moet je het goed doen. Ja. Eén keer bij Johan zie je hem bijna niet zitten. Bij Klaas ook. Ik heb hem hier nog liggen. We zouden toch zondag pas dat ding op moeten doen? Doen we zondag? Zondag doen we een wedstrijddagje, doen we hem ook aan. Ja. Oké, okay. Maar jij denkt, dit moet gewoon even duidelijk gemaakt, voor eens en voor altijd. Ja. Druk leggen. Ja. Nou, ik denk dat Orbán geen oog dicht doet. Nee, als hij dit ziet, dit gaat de wereld over. CNN straks, René. Hè? Mijn Engels is goed genoeg. Ja. Echt serieus waar. Je gaat het gewoon even uitleggen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nederlandse analist maakt statement richting Orbán. Zo werk. Ja. Ik vind het overigens een beetje flauw. Kijk, dit is best een relevant onderwerp. Hè? Ja. Kijk, als Barbara Barend erbij betrokken is, dan ontaart het al snel een hysterie. Nou, dus ja. Jawel, maar die hebben dat een beetje de baantjes. Maar ik vind dit onderwerp moet je steunen. Dat vind ik een beetje flauw van de NOS. Die willen dan neutraal blijven, weet je wel. Maar die journalisten en neutraal. Mijn broek zakt er van af. Hè. Oh, bij ESPN zit er een meneer die is naast zijn werk bij ESPN in loondienst van de voetbalbond in Qatar om het WK te promoten. Dat kan allemaal. Ronald de Boer heb je nu al. Ja, en bij ESPN staat meneer Simon Tjommer wedstrijden te ontleden. Maar de man is een zeer actieve voetbalmakelaar. Die staat daar zijn eigen waar aan te prijzen, weet je wel. En dan willen ze neutraal blijven als het over zo'n doel gaat. Ik vind het onbegrijpelijk. Je eigen waar aan prijzen vind ik echt niet kunnen. Nee, als het om badjassen gaat, is een uitzondering. Of goede trainingspakken. Onderbroeken en een kan, ja, nee, maar dat is anders. Nee, dat is anders. Nee, maar die trainingspakken, als je er eentje nog wil kopen, moet je snel zijn, Klaas. Okay. Ze gaan snel, hoor, die total trainingspakken, ja. En de mutsen zijn, nou, de mutsen zijn alweer op. Het gaat gewoon snel. En Klaas zit een heel aantal te zeuren dat hij graag zo'n muts wil. Ja? Oké, dan gaan we die mutsen er even rekenen. Zo, mis niks van de Oranjezomer. Ga naar veronica-insight.nl.